Achter mij staat een zogenaamde CT-scan. Dat is een machine die een driedimensionaal plaatje maakt van het stuk bagage. En daarmee kun je het bagagestuk op het scherm kun je draaien. En die kun je kijken wat er bijvoorbeeld achter zo'n zwart stuk batterij zou zitten. En dan kun je erachter komen dat daar bijvoorbeeld helemaal niks verstopt zou zitten. En om deze reden is het daarmee weer toegestaan, als we deze machine in gebruik nemen, om de laptops in de tas te laten zitten. De data die we nu hebben levert op dat het ongeveer 15-20% sneller gaat voor de passagiers in die small bags only lanes. Het begint bij de preparatie, dus het voorbereiden. Dus inderdaad dat mensen niet allerlei zaken uit hun tas hoeven halen als dat water en die laptop. Want er zit nou eenmaal minder in zo'n tas. Dus aan de voorkant scheelt het. Voor de operator scheelt het ook in de beoordeling van het plaatje wat hij ziet. Want er zit namelijk minder in. En ook weer aan de achterkant als hij de passagiers zijn spullen moet inpakken. Doordat het minder spullen zijn, is het ook sneller. Dus overal, op verschillende plekken in het proces, is het sneller. Het was een test voor ons in de zomer. Om te kijken of als mensen aangemoedigd worden om minder complexe bagage mee te nemen, of dat dan voor snelheid zou zorgen. De hele zomer heeft die test gelopen. En dat ging zo goed dat we nu ook hebben besloten om hem na de zomer, in ieder geval tot met de herfstvakantie, voor te zetten. Wat daarna komt, daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. Maar deze eerste grote stap is echt wel heel belangrijk en zal dus voor een grote verandering geven voor iedereen die hier werkt, maar ook voor de passagiers.